Hoi, leuk dat je in deze video. Ik ben Marlize en ik ga jullie meenemen door een dagje eten. Een eetdagboekje, lang geleden. Maar ik merk altijd als ik dat doe dat ik mezelf er wat beter aan hou. Dat het wat makkelijker gaat. Zoals je ziet heb ik nu mijn sportkleding aan, want ik sta op het punt om te sporten. Het is nu al 10:15. Maar ik heb wel mijn ontbijt gehad. Als goed is hebben jullie dat al gezien. En normaal gesproken zou ik dus een half uur geleden mijn snack hebben genomen. Maar ik was het later. En nu is het eigenlijk al zo laat dat ik denk, als ik nu ga sporten, kan ik daarna mijn eten opeten. Dus ik ga dus even mijn kip uithalen voor mijn salade. Ik doe zo maar één keer in zoveel tijd een, is dat 700 of 900 gram kipfilet bestellen. En dat smeer ik dan in met kipkruiden. En die bak ik gewoon eventjes, gewoon echt een complete kipfilet. En die snij ik in stukjes en vries ik in per 100 gram. Dus die kan even een beetje ontdooien. Waarschijnlijk heeft de marathon ook nog wel een beetje... Dus waarschijnlijk is het ook nog wel heel even in de macht rond voordat het om de salade kan. Maar dan kan ik een proteïnesalade eten na het sporten. Dat vind ik wel een goed idee. Ik ga een workout doen van Chloe Ting. Ik zit op dag 8 van de Get Fit Challenge. Het is 21 dagen. Mocht je het willen bekijken, zet ik het in de link onderin. Ze heeft super veel gratis workout programma's die je allemaal via YouTube kan volgen. Super easy. De workouts zijn het niet. Maar als je gaat googlen op Chloe Ting Transformations, dan zie je echt wel dat het zou kunnen werken, mocht jij natuurlijk ook aan de macro's houden. Dus dat ga ik nu even doen en dan zie ik jullie daarna weer. Doeg! I did it. Echt. Dus het blijft dat op het moment dat je dan die pagina open moet kijken hoeveel workouts je moet doen die dag en hoeveel van die video's in ieder geval. En ik denk, oh, valt wel mee. En dan heb je de warm-up gedaan en dan denk je echt, ik ben nou al moe. Maar goed, we hebben het weer allemaal voltooid. Inclusief alle optionele video's. Dus ik ga even een salade maken. Honger. Life is a winding road. No telling where it goes. Driving through days and nights. Won't stop for traffic lights. Even een kleine disclaimer, ik heb dus niks afgewogen en dat probeer ik ook zoveel mogelijk te doen als ik een maaltje bijvoorbeeld al vaker heb gemaakt. Bijvoorbeeld deze salade maak ik bijna het hele jaar door op allerlei verschillende manieren. Bijvoorbeeld in plaats van de kip doe ik er tonijn bij of in plaats van kip en tonijn doe ik 2 gekookte eieren erbij. Dus ik plan het wel uit in mijn fitnesspel, maar ik weet ongeveer hoeveel 100 gram ijsbergsla is, ik weet hoeveel 80 gram komkommer is, ik weet ongeveer hoeveel 40 ml vriessaus is. Om en nabij. Als ik me echt merk dat mijn gewichtsverlies stagneert. Dat het niet meer zo heel vlot gaat. Dan kan ik altijd nog opnieuw gaan wegen. Maar ik probeer te voorkomen dat het een obsessie gaat worden. Om op de gram alles precies te doen. Want dat is nergens voor nodig. Ik hoef geen bikini competitie te doen. Ik hoef geen prep te doen. Een bepaalde fotoshoot. Ik ben gewoon een normale Hollandse meid. Dus ik hoef niet per se alles op de gram af te wegen. En aangezien ik dit soort dingetjes al vaker heb gemaakt. Weet ik ondertussen wel hoeveel het ongeveer is. Zit ik er soms 10 ml vriessaus naast? Tuurlijk. Maar soms zit ik er bijvoorbeeld ook weer 10 ml naven. Dus ja, dat is een beetje, mocht je echt niet zo heel erg goed de hoeveelheden weten, dan ga ik natuurlijk wel afmeten. Bij bijvoorbeeld nieuwe receptjes en dat soort dingen ga ik wel meten. Van goh, zit ik aan dezelfde gram. Maar met de salade en zo, dat zal allemaal wel. En als ik 20 gram ijsbergsla te weinig heb gedaan, maar 10 ml vriessaus te veel, joh. Die paar extra calorieën die ik dan uiteindelijk overhoud, dat zal mijn gewichtsverlies niet gelijk helemaal gaan dempen. Dus ik probeer het een beetje op een mentaal gezonde manier te doen. Bijvoorbeeld straks met mijn maïswafels met cottage cheese, die ga ik wel afwegen. Want ik vind het nog lastig om te bepalen hoeveel cottage cheese geleid het en hoeveel gram ik had bedacht. Maar zo probeer ik toch een beetje mijn mentale gezondheid ook in te checken. De postbode is net langs geweest met mijn body and fit pakketje. En ik ga je even laten zien wat daar allemaal in zit. Want het wordt toch wel hoog tijd dat we binnen onze macro's gaan eten. Dat zeg ik dan. En het is echt een mega. Ik geloof niet dat ik ooit zo'n grote doos heb gehad. Maar ik ben heel benieuwd wat ik dan precies besteld heb. Oh, ik weet al waarom het zo groot is. Ik snap er wel helemaal niks van. Oké, allereerst.
heb ik de W Perfection Cappuccino Flavor. Zoals ik vorige keer al zei, heb ik nu decafé cupjes voor in mijn espresso. En voorheen, voordat ik overgestapt ben op geen cafeïne meer drinken. En dat ik eigenlijk heel veel cafeïne dronk. Deed ik soms altijd mijn shakebeker vullen met één kopje Nespresso. Die ik dan afkoelen. En dan deed ik daar of nog een beetje water bij of een beetje melk. Afhankelijk van wat er in mijn macro's mogelijk was. En een schepje cappuccino. En dan heb je een soort van ijskoffie. Super lekker. Dus dacht ik, ga weer proberen. Ik heb even gekeken, is het geen cafeïne in of iets wat er blijkt. Dus dat moet goed komen. Dus die heb ik nu voor afwisseling met mijn framboos en mijn vanille. Ik zou zelf altijd de Whey Perfection aanraden. Ik heb ook wel de Smart Proteïne. Maar ik heb het idee dat die minder goed oplost. Die wordt wat dikker, wat makkelijker klontjes in. Ik vind de Whey Perfection los wat beter op. Qua macro scheelt niet zo heel erg veel. Ik heb wat tussendoortjes. Ik heb de Solid Caramel Clean Protein Bars. En de Blueberry Yogurt Protein Bars. Ik neem eigenlijk altijd de Clean Protein omdat ik moeite heb om binnen mijn koolhydraten te blijven. Sowieso al met gewoon eten. Dus dan is het wel makkelijker. Ik heb ook altijd moeite om aan mijn proteïne te komen. Dus die zijn handig. Dit is denk ik het gratis zakje. De Whey Perfection. Wat is het? De Vegan Perfection Cappuccino Flavor. Dit was de optie samen met een hot ice pack. En waterbeker volgens mij. En een... Oh nee, en maatschepjes. Nee, die heb ik wel genoeg. Dat heb ik niet nodig. En dan hebben we, waarvoor ik het eigenlijk deed, Smart Proteïne Chipjes. Laten we er ook een film maken. Nee, hier zitten gewoon verschillende smaken in. Ik geloof dat ik paprika en sour cream heb, volgens mij. Even checken. Ja, paprika en sour cream. Ik zal dus even eentje openmaken. Wat wij s'avonds best nog wel eens een snackje doen. Een zout snackje vaak. En ik niet tegen mijn vriend wil zeggen dat ik het niet meer in huis haal. En zelf dan niks neem. Dat vind ik ook niet zo lastig. Dit is zo'n zakje. Het zijn één mini zakje met... Hoeveel gram zou erin zitten? 23 gram. En zoals je kan zien, zitten er maar 96 calorieën in. En daarvan zijn het er 10 koolhydraten. Dus dat valt wel mee. 2 vezels en 7 proteïnes. Dus ik heb deze nog in de paprika variant. Daar ben ik helemaal happy mee. Dus dat zijn een soort van aanvullingen op het normale gezonde eetpatroon wat ik ga aanhouden nu. Van iedere ochtend in ieder geval een shakeje. En dan kan ik mijn macro's, als ik na mijn lunch en mijn avondeten nog snackjes wil. Dus dingen kan ik op die manier een beetje aanvullen. Dat ik in ieder geval genoeg proteïne binnenkrijg. En niet al te veel koolhydraten. De gewone muesli-repen of tussendoorreepjes of chipjes. Wat te veel koolhydraten. Zo, 4:15. En ik heb lekker gedoucht en nog wat werk verricht. Dus ik ga zo lekker om de kinderen. Maar toen bedacht ik me, ik heb gewoon niet zoveel honger. Maar ik heb natuurlijk nu mijn ochtendsnack al overgeslagen. Als ik nu niet gelijk wat ga eten, dan ga ik ook mijn middagsnack overslaan. Ga je lekker bent. Fijn. En dat is natuurlijk niet goed. Als ik allebei mijn snacks oversla, dan... Hij loopt tegen de airco aan, dus ik kom. Oké. Dus dan slaan we dus alle twee mijn snacks over. En dat is natuurlijk niet wat we willen. Dus ik denk dat ik nu in ieder geval gedeeld van mijn eerste snack ga opeten. Nou, wat wil je aandacht, Sven? Ja, je kan niet naar buiten hè, vandaag, want het is een beetje waaien. Laat ik waaien uit je onderbroek, dat kan niet. Nee. Dus ik doe nu even 2 gekookte eitjes even snel opeten en dan ga ik met die kinderen. En dan als ik terugkom, ja eigenlijk moet ik nog mijn tweede snack ook nog opeten. Want ik heb ook gewoon een avondsnack. Ik weet niet wat het vandaag is, maar ik heb vandaag gewoon niet zoveel honger. Op zich misschien een goed teken. Oh, kom je als... Wat is dit? Wat is dit? Dus ja, ik moet natuurlijk wel gewoon goed eten. Dus het wordt een soort van force eating, wat ik anders vanavond al zo opeten op zit. Ik ga nu eventjes 2 eieren eten. Die had ik al gekookt. Dat heb ik gedaan tijdens dat ik mijn lunch ging opeten. Ik heb er 7 gemaakt, dus ik eet er nu 2 op. Dan ga ik een klein beetje zout. Even een snelle hap. Ik kan ze heel makkelijk meenemen. Ik doe het eigenlijk best wel vaak. Dat ik gewoon 7, nou 7, dat ik pas er 7 eieren heb. Eieren kook en dat ik ze gewoon even in de koelkast leg. Pascal doet ze graag op zijn boterhammen. Die kinderen die eten ze graag. Nou, eten die niet graag als snack, maar als we bijvoorbeeld tussenmiddag thuis kunnen eten. Of, nou ja, kan van vragen. Dus vanaf dit schooljaar
af en toe een eieren en broodtrommeltje willen hebben. Op zich kan dat wel. Maar toen ik zelf ook nog hele dagen werkte, dacht ik ook wel eens gewoon als tussendoortje. Tegenwoordig werk ik niet meer echt meer als 6 uur achter elkaar. Dus dat gebeurt niet meer zo heel veel. Maar het is wel altijd handig om het voor te hebben in je koelkast. Kleine tip. Goed van mezelf bedacht. Het is nu 4:45. Ik ben begonnen met eten koken. We waren 4:45 of zo terug. Maar we hadden nog een pakketje. Moesten de kinderen bekijken. Ze hadden weer geen nieuwe tassen mee vanaf mijn vader. Dus ik heb alles gelijk een beetje opgeprobeerd te ruimen. Dus ja. Min of meer. Maar 1/4 van al mijn snacks op vandaag. Dus ja, dat is niet het beste voorbeeld wat ik kan geven. Maar dat gezegd hebben, dan ga ik even kijken of ik een beetje kan aanvullen bij mijn avondeten. Als ik bijvoorbeeld iets meer uitkast mag nemen dan. Misschien wat extra dipsaus erbij kan doen. En dan even kijken of ik op die manier een beetje kan goedmaken. En ik denk dat het voor vanavond mijn avondsnack wat groter kan zijn. Ik had namelijk maar 1 zakje. Één klein dingetje bedacht voor vanavond. Maar ja, als ik zo heb overgeslagen, dan kan ik misschien wel een gedeelte van mijn middagsnack overheven naar mijn avondsnack. Het gebeurt me niet vaak dat ik gewoon moeite heb om alles op te eten. Maar ik weet nog niet, heb ik vandaag niet zoveel honger. Heb ik genoeg te doen dat ik afgeleid ben. Oh no. Maar goed. Vanavond eten we dus broccoli. Heb ik al vast opgesneden. En we hebben de man en filetlapje. En er staan as we speak aardappeltjes te ontdooien. Aardappelschijfjes in mijn magnetron. Want die was ik vergeten. We gaan ze klaarmaken. I thought you'd always be mine. Oh, yeah. I guess our dreams fell asleep. There's no passion in the comatose. Baby going down, 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 down. Baby going down, 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 down. Tried so hard to stay afloat. Yeah, we keep moving like the river goes. Baby going down, 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 down. Yeah. And I thought it's time I'm letting you go. This time I know it for sure. Just thought I should let you know. No more, no. I got so high on a low. That's when I love you the most.